mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 8. Ja, je kent het wel, je komt bij een kruispunt, de ene zegt ik wil links, de ander zegt ik wil rechts. Ja, wat ga je dan doen? En daarvoor hebben wij nou de oplossing. Moet je kijken wat we hebben gebouwd. Ja hoor. Dan moet je eens kijken of ik nou daar nummer kan sturen, of dat ze dat tegen elkaar gaan komen. Ik denk dat ze wel elkaar raken toch. Ik denk dat we toch heel de kogel eruit gaan halen. Ik stuur maar helemaal links. Ik stuur alle kanten op. Ja hoor, volgens mij werkt het. Moet je kijken, twee sturen. Op jullie verzoek een auto met twee sturen. Laten we eens testen hoe dit rijdt. Ben je er klaar voor? Ik ga naar links. Ik ga naar rechts. Hey Dirk. Helemaal niks tegen. Ik denk dat we geslaagd zouden zijn. Oh.
Ik hou ervan. Heb ik toch nog een beetje wat in de hand hier zo. Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik wel fijn. Dit is goed voor de teambuilding. Zo, en hoe? Ik vond dat we best goed handrem mochten konden maken. Ja, dat vond ik ook. En ook de J-turn was ook goed gelukt. Maar ronddraaien ging ook wel goed, hè? Ja, best prima. Ja, dat valt wel mee. Het is alleen een beetje jammer dat het veel leuker is om gewoon de andere kant op te sturen de hele tijd. Ja. Gewoon eigenwijs zijn. Zo, ja, en hoe? Wow. Oké, nou ben ik de bijrijder. Ik ben benieuwd. Ik kan alleen maar sturen. Ik vond het een daverend succes. Dat was leuk. Wat dikke. Ja, kon ik eindelijk eens wat anders doen dan wat jij wil. Ja, inderdaad. Kunnen we tenminste allebei onze eigen inbreng... En daar gaat het wel terecht door. Ja, kun je zelf laten gelden. Het is een soort van democratie. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, dan zie je eigenlijk wel dat met autorijden een gezonde dictatuur dat best prima is. Nou, ja. Deze test is in ieder geval wel bewezen dat uitleiding van je voorwielen echt wel belangrijk is. Want moet je die banden zien. Dat is flink afgevreten allemaal. Dit is er niet best voor. Hè? Dat is ook wel, ja, was wel erg duidelijk ook nee, als die wielen zo staan en aan het vreten zijn. Maar ja, als je sporing niet goed is, dan doet hij daar in feite ook wel een heel klein beetje. Dat duurt veel meer kilometers voor je banden er zo uitkomen te zien. Maar dit is wel de oorzaak natuurlijk. Ja. Het is belangrijk dat je auto op tijd uit laat lijnen. Zo, inderdaad. Maar wat ik wel mee vond vallen eigenlijk nog. Ik had eigenlijk bedacht dat hij heel erg zou gaan trekken aan het stuur. Want je hebt normaal twee wielen. Dus op het moment dat je optrekt met een voorwiel aangedreven auto, willen die wielen naar voren. Dus ja, dan heft elkaar op omdat ze aan elkaar vastzitten. Is nou niet meer. Dus ik had eigenlijk gedacht bij het optrekken dat hij heel erg moest gaan tegensturen. En bij het remmen net zo. Maar daar heb ik eigenlijk... Dat viel wel mee. Hij trok ja. Wel iets, maar niet extreem, hè? Ja, minimaal. Nee. Eigenlijk het originele stuur was niks aan te merken zelfs. Nee. Stuurde prima. Ja. Dat valt ook mee. Ja, dus is een geslaagde test zo, denk ik. Ja, precies. Wel gezellig. Want als je ergens naartoe moet, dan moet je altijd een bijrijder hebben. Veel leuker ook. Ja, ja, ja. Maar hij moet wel de goede kant op sturen. Ja, ja. Niet net zoals jou, hè? Nee, ja, maar dat lag aan jou. Jij stuurde steeds de andere kant op. Was jouw schuld. Nee, niet waar, jongen. Oké, we doen nog een rondje. Opnieuw. Hé, maar hebben jullie nou nog goede ideeën voor een experiment? Zet ze even onder in de comments en misschien doen we wel de volgende keer jouw test. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!